Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van LEGO Addon 2. Dit is alweer de derde aflevering. De vorige keer heeft Dondersteen het nogal een beetje zwaar voor ons verpest. Ik ga alvast even een stukje lopen. We moeten nu dus naar het Q Rescue hoofdkwartier. Ik ga mooi hier over het ras, is wat sneller. En dan moeten we een boot pakken of zo, denk ik. En dan moeten we iets naar Castle Island of zo. Nou, we zien het snel genoeg. Dus hij heeft zeg maar, Dondersteen heeft dus bladzijden uit het boek gescheurd. En ja, daar staat hij. Tenminste, niet Dondersteen, maar... Ha, ik was hier eerst. Ja. Niet eens. Wel eens. Niet eens. Wel eens. En terugtikken mag niet. Oké. Okay. Heb je een boot nodig? Ja, dat dacht ik al. Een boot. En ga naar het spannende Castle-eiland waar edele ridders middeleeuws heersen. Oh, dat is wel cool. Waar de mensen en bruggen jouw hulp nodig hebben. Ja. Cool. Oké. Okay. Dan gaan we een... Ah, is dat één bootje? Dat is mooi. De in. Zo, ja. Even kijken, waar is dat? Oh, hij is er niet. Oké, dan moeten we even het eiland een beetje rondkijken. Gelukkig is het wel een snelle speedboot. Dus... Volgens mij moet het ergens hier zijn. Ik weet niet waar het is. Ah, kijk, daar is die. Nou. Zo. Nou, dan zijn we aangekomen. Hier ergens. Wow, wat is... Huh? Oh, dat is de portal, ik denk al. Nou, hier is dus... Even kijken. Het kasteel. Hey, daar zijn mensen. Is het allemaal naar me te kijken? Ja, als die in de vroege tijdperk... Denk ik ook van, een boot? Hé, hey, misschien kan ik hier... Ja, kijk eens aan. Uitstappen. Ah. Hey, ze roepen mij toe. Hey. Vrede ridder in bizar harnas. Zeg dat u bent gekomen om de brug te herstellen. Ja, zoiets. Want wat denk je? Voor we zinken, voor we zwemmen. Help ons alsjeblieft de brug te maken. Ja, is goed. Daarom ben ik hier, ouwe zwaardmans. Ik ben een Lego-meester en bruggenmaker. Dat is cool. En trouwens, die poppetjes hier, hè. Ik had precies dezelfde poppetjes had ik vroeger ook. Dus even nog een keer vragen aan deze. Ik zal voor u buigen, heer, als u onze brug kunt maken. Oké, lol. Hey, wat is dit? Ah, je moet bekertjes. Oké. Okay. Gaan we eens even een beetje kijken op het eiland. Eens kijken. Hey, nog één. Wow, ziet het... Oh, wow. Ik gleed bijna... Zo, zag je dat? Ik gleed er bijna vanaf. Nou, eens kijken. Oh, dat is een dikke stormram. Ik had hier vroeger van dit soort had ik het kleine kanonnetje van. Dat schoot ik dan op dit kasteel. Dat is best wel vet. Oh, daar kun je niet in. Oké, okay. Nou ja, dan niet. Oké. Okay. Hé, daar zit de koning. Wee! Oh, huh? Oh, nog één. Dat is mooi. Wat? Ik ga even de koning spreken, want... Dat kan mij misschien verder helpen. Het is hier veel te stil geweest sinds die brug kapot is. Ah, en mevrouw? Gelukkig, je bent er. Onze brug moet gemaakt worden. Oké, okay. Nou eens even kijken. Springen. Oh, ja, kijk, ik ben cool, ik heb een skateboard. Hoe moet ik ook weer springen? Oh, huh? Duik de bruggenblokken op en ontwijk alle obstakels die je ziet. Oké. Okay. Er moet hier ergens ook nog een bladzijde zijn. Je mag pas weg als je die hebt gevonden. Ja, dat lijkt me wel. Oké, okay, dus dan moet ik zwemmen. Oké. Okay. Dan moet ik deze naar boven brengen, denk ik. Dat lijkt mij de logische optie. Ja, de steen moet ik naar boven brengen. Dat is mooi. Ik denk wel eens een groot steen. Wat is hier dan? Zo, het ziet er wel vet uit. Hey. Wow, kanonsbal. Deze mee naar boven nemen. Vroeger toen ik dit spel speelde, was het een stukje moeilijker. Nu gaat het me makkelijk af. Oh, je moet ook naar de O2, CO2... Tenminste, je lucht die je hebt. Dat zit er ook, volgens mij. Kijk uit voor de piraat. Hey, die kanon wil op me schieten. Wat is daar? Oh,
Yep. Oh, de haai, een haai, een haai. Kijk uit, een haai. Oh, het wordt wel steeds moeilijk, want steeds meer moet je meerdere dingen ontwijken. Het ziet er wel, hebben ze mooi gedaan. Goed zo, goed zo. Yep. Je doet het goed, Pepper. Dank je wel. Eens kijken. Oh, ik heb hem net ontweken en dan gaan we hier naartoe. Wow, een anker. Oh shit. Daar wil je niet door geraakt worden, geloof ik. Oh, pijl staat er ook. Is hierboven nog iets? Misschien, ik denk, want het ziet er wel zo uit dat hier misschien iets zit. Nee. Oh, niks. Maar er is wel een kapotte kanon in. Maar ja, dan gaan we eens verder naar beneden. Eens kijken wat... Oh, ik weet niet. Oei, hé, hey, kijk nog een. Maar hier zat toch ook een bladzijde hier beneden? In het water, volgens mij. Zo. Niet schieten, niet schieten. View. En... ja, we zijn bijna boven. En weer een stukje. Nog één stukje, denk ik. Duikerspak. Ja. Oh, heel even wachten, wachten. Ja. Yes. Dan gaan we door. Wat is hier nou? Oh, ik moet die ding volgens mij niet aanraken. Nee, ik zie er niet zo veilig uit. Nog verder naar beneden. Maar wat is... oh, ik denk al. Misschien kon je daarin. Wow, wow. Oh, oh, shit. Oh, dat gebeurt er dus. Nou, dat is niet goed, denk ik. Ah ja, ik moet nog één stukje. Ik moet nog één stukje. Het staat hier op links. Helemaal niet gezien. Kijken. Waar... wow. Ik ga hier wel even uit de hoek blijven. Oh. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oké, naar beneden. Snel naar beneden. Ja, tegelijk. Oh. Pak een stukje, pak een stukje, pak een stukje. Ja. Snel omhoog. Heel snel wegwezen hier. Maar is dat toch een bladzijde of zo? Wow. Wow, die piraten. Wow. Kan ik hier naartoe? Nee. Nee. Ah, ik zit vast. Ik zit vast. Nee. Oh, man. Phew. Maar gelukkig, hij is niet helemaal naar beneden gevallen. Hij ligt ergens hier. Yep. Dan wacht ik heel even. En dan moeten we dus duiken. Zo. Die moeten langskomen. En dan ik omhoog. Oké. Kijk. Het lukt ons wel. Lukt ons wel. Oh. En hier naar links. Oh. Nog één. Haha. Nou. De laatste stuk. Ik weet niet of ik nu... moet ik nog iets halen? Nee. Volgens mij heb ik nu toch alles. Ja. Kijk eens aan. Dat is mooi. Dan gaan we nu snel door. Ah, ze zijn helemaal blij. Hip hip, hoera! Oké, iedereen is blij. Ah, waarom stil, waarom stil? Oké. Wij zijn miljoenmaal dank, makker. De brug is gerepareerd. Nu kunnen we weer onze buren bevechten. Oké. Neem alsjeblieft als blijk van onze dank deze rare bladzijde aan die dondersteen gaat te vallen. Ah, dan krijg ik van hun de bladzijde. Dat is aardig. Constructopedia. Yeah! Net wat ik nodig heb. Bedankt! Oproep voor Pepper. Pepper, hoor je mee? Ja, ik hoor je. We hebben alweer een bladzijde gevonden. Dat is mooi. Nee, echt geen geintjes. Hij is op het stierenkasteel. Oh, ik dacht hij net... in de vlagmast gehangen. Ja. Om te kijken wie hem zou begroeten. Oké. Snel, naar de vlaggenmast van het stierenkasteel. Ja, daar kan ik nu heen, omdat de brug gemaakt is. Hey, hey. Zo, zijn we lekker aan het vechten. Joehoe. Leuk. Hey, nog één. Moet ik soms wat van die bekertjes hebben of zo? Ik weet niet, hoeveel zijn er in totaal? Hey, nog één. Hoeveel zitten er eigenlijk van die bekertjes op het eiland? Ik vraag me dat eigenlijk af. Misschien dat hier nog één zit. Zou me zo kunnen. Ja, hier. Kijk eens aan. Zo gaat hij wel lekker.
Nou, dat waren ze wel. Dan gaan we nu eens even snel naar het kasteeltje toe. Want zo'n dikke katapult hebben we hier wel. Ja. Wie is daar? Ik bedoel, hier. Wie is hier? Ik bedoel, wie ben je? Pepper, hier, kerel. Mijn naam is Pepper en ik ben hier voor die bladzijde die daar aan uw vlaggenmast wappert. Oh. Hij is nogal belangrijk voor de mensen waar ik vandaan kom. Ja, dat is waar. Mag ik hem hebben? Niet en nee. Niet voor iemand die zo'n rare naam heeft. We moeten een die wappert. Ik vind dat echt discriminatie vanwege mijn naam. Leeuwen. En als ik nu eens jullie vlag terugvind, mag ik die bladzijde dan hebben? Strak plan, man. Zo mag ik het horen. Oké. Dat is dan precies wat ik ga doen. Op naar het leeuwenkasteel. Je hebt natuurlijk wel een paard nodig. We lenen je er wel een. leuk. Pepper op een pony, wat een vertoning. Kan nu ook snel rennen. Ah, met spatiebalk. Oh, kijk, zo ben je wel snel. Ja, dan gaan we naar de koning toe. Dat lijkt me wel het beste, want de koning die is overal de baas van. Weet jij hoe je een kick van je eigen paard kunt krijgen? Nou, vertel eens. Oh, nee. Ga maar eens achter hem staan. Oh my god, dat was niet de bedoeling. Dat is een prima paard, Pepper. Al lijkt hij een beetje wankel op de benen. Oké, maar het gaat niet om het paard. Ik wil weten... Hey, wacht. Dit is ik zie er nog één. Als het goed was, zag ik daar net ook nog één. Ja. Kijk, dan hebben we er al 8. Dan ga ik maar eens even nog... dit paardje. Eens kijken wat we hier kunnen doen. Ah. Vriend of vijand van de leven. Zo. Vriend van alle dieren. Dat is mooi. Pepper. En ik vraag de vlag van de stieren terug. Jij bent zeker de hofnaar. Want je brengt onze muren veel vertier. Zie je lachen dat ook. Terugkrijgen. Want weet je, die stieren hebben iets dat ik moet hebben. En als ik hun de vlag teruggeef, krijg ik wat ik wil. Eén ogenblik. Ogenblikje. Oké. Zo. We hebben je probleem doorgesproken. Oké. Je moet een opdracht uitvoeren. Als jij in een riddertoernooi van de zwarte ridder van de stieren wint, mag jij de vlag hebben. Zo, hé. Ik heb nog nooit aan een toernooi meegedaan, maar het klinkt wel leuk. Ja. Nou. Schrijf mij maar in. Ik doe het. Dun, dun, dun. Oh. Geniaal. Wat een leuke Piet. Ik ga trouwens even naar de koning. Misschien moet ik hem iets vragen. De zwarte ridder is nog nooit verslagen. Nou, dit brengt... Gezellig. Dit was niet op het wat ik had gehoopt. Dan gaan we deze kant op. Yep. Ah, hier is die. Ik daag u, zwarte ridder van de stieren, uit tot een toernooi. Ik aanvaard de uitdaging, kleintje. Oh my god, waar begin ik aan? Wat is jij, bullebak? Oh. Je wint het toernooi als je beter richt dan de zwarte ridder. Oké. Dus ik moet goed richten. Oké, laat ik mijn muis er eens even lekker klaar voor leggen. Oh, ik hou van het spel, joh. Hij blijft hartstikke leuk. Druk op de toets om verder te gaan. Even, het lijkt me wel handig als ik dit even doorleest. Omhoog richten, omlaag richten. Kracht opbouwen. Dus. Oké. Dus twee dezelfde toetsen, denk ik. Dat is niet zo goed. Ah, we zullen zien. Nee, oh my god. Oh, dat ken ik nog. Komt zo aanlopen. Dan gaat hij zo heel laf dit doen.
Dat is dus niet de bedoeling. Zo. Ja. Ah, shit. Het is best wel moeilijk. Tenminste, ik probeer het gewoon nog een keer. Hij valt 1-0? Ja, echt niet. Wacht maar. Nee, niet alweer. Wat doe ik verkeerd? Oh my god, dit is wel iets moeilijker. Moet ik niet... Ah, nou ja. Ik probeer het nog één keertje dan. Oh. Nou, het is tenminste... ...nooi al bij de eerste stop beslist zal zijn. Ik heb tenminste hem er ook afgestoten. Laten we het zo houden. We boeken vooruitgang. nog een keer. Oké, nog een keer. Heel snel, heel snel. Ik word er al wel beter in. Nou waren we allebei eraf gevallen. Nou is het nog de bedoeling. Niet het waar. Hij is snel en hij is vals. Je moet echt snellen en mik op het schild. Oh, op het schild. Aha. Oh, dat zag er pijnlijk uit, Pepper. Dat was een heel aardige poging. Het toernooi als je beter richt dan de Zwarte Ridder. Oké, eens kijken. Nou, dan moeten we met die toetsen. Had ik net al snel even bekeken. Heel snel. Ja. Ja. Yes! Dat is al één. Oké, nou gaan we voor nummer 2. Ik pak hem snel, hè. Hij zei dat er nooit van hem gewonnen is. Dus je moet 3 keer winnen van hem. Om van hem het toernooi te winnen. Nee, nou ben ik een keer de klos. Allebei. Nou, het staat 1-1 dus nu al. Nog steeds gelijk. De koning die vermaakt zich kostelijk. Yes! Dat is 2-1 voor mij. Laatste keer. Tenminste als ik win. Ik hoop zo dat ik win. Kom op. Iets sneller. Oh shit, dat lukt me niet. Ja, hier. Yeah, mooi. Yes! Oh yes, ik heb hem gehaald. Oh, wat was ik daar lang mee bezig, zeg. Zo, hé. Yes. Zachter gereden. Nou, ik ben blij. Nou. Feliciteer ik de brave ridder Pepper. Dank u wel. En roep deze dag uit tot Pepperdag
vanwege zijn edele overwinning op de zwarte ridder van de stieren. Dank u wel. Een hoeraatje voor papa. Hyper de piep. Hoera! Zo. Hier is je welverdiende vlag. Dank je wel. Yep. Goed gevangen. En, trouwens, die toernooiuitrusting was wel in bruikleen, hoor. Lever maar in bij de uitgang. Nou, is goed, jongen. Nou, die vlag gaan we dus de volgende keer afleveren. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, geef dan nog even, vergeet dan niet een groen duimpje te geven. En dan zie ik jullie weer. Tot de volgende keer. Doei!